Nou Milo, we zijn een tijdje verder, maar de quarantaine is nog steeds heftig aanwezig. Klopt, klopt ja. Klopt. We mogen nog steeds de deur niet uit, dus is het wel weer tijd. We hebben het met onze opa's en oma's geoefend. Bingo! Ja, zeker. Ja. Opa, als je kijkt, bedankt nog voor de support, voor de tips en tricks. Oh, hij heeft die bingo tips en tricks allemaal geshared. Ja. Oh, ik zo. Ik moet wel zeggen, meteen, even voor de mensen thuis. Ja. Ik heb per ongeluk al doorgeklikt naar de opstellingen, dus die zie ik nu al. Oh. Per ongeluk, hè? Ja, het maakt natuurlijk niet uit, maar dan zeg ik dat. Dat maakt niet uit. Nee, goed. Hebben die mensen thuis iets meer tijd om alvast even zelf mee te denken. Dus niet alsof er een timer aan staat of zo, hè? Dat is natuurlijk ook een dingetje. Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van FUTDRAF Bingo FIFA 20, samen met jullie gastheren. Raoul en Milo. Milo en Raoul. Dat is netter, beleefder. Ja, altijd die gast eerste. Ja, die gasten eerst altijd. Dat zijn tips. En blauw duimpjes zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. De volgende aflevering komt uiteraard op het kanaal van Milo Online. Net als de vorige aflevering. Dat is mooi hè, dat het zo werkt om en om. Ja, dat is een heel mooi systeem is dat. Ja, eigenlijk. Mooi. Heel goed gevonden ook. Ja. Over nagedacht. En in die laatste aflevering, Milo, gebeurde... Ja, dat is toch wel een klein comebackje van jou. Een minimale comeback. Hij had niet kleiner gekund. De voorsprong is nog daar. Hij is voor jou zeker nog daar. Het staat op dit moment 12-11. Ja. En daar gaan we hopelijk vandaag verandering in brengen. Uitlopen. In positieve zin voor mij. Nee hoor. Positieve zin voor mij. En daarvoor hebben wij ook een nieuwe bingo kaart, Milo. Klopt zeker. Zullen we heel snel doorheen gaan? Een vlugge scoop langs het kaartje. Een vlugge scoop. Wij hebben linksboven 5 spelers die in dezelfde league spelen of hebben gespeeld. Ja, precies. Dus je kan 3 Premier League spelers hebben op 1 slide. En dan daarna nog 2 spelers die daar ooit een keer hebben gespeeld. Precies. Heel makkelijk. Dan hebben we middenboven een oude bekende. Zitten elke keer in 2 spelers van dezelfde club. Klopt. Rechtsboven 3 spelers die kaal zijn of een volle baard hebben. Ja. Ja, maar het is een beetje toch die meme van ons zweven sterk. Je hebt natuurlijk de baard. Bij mij kaal en bij jou baard. Ja, die baard van mij, het is toch wel... Ja, het begint wel een beetje, die quarantainetijd begint hij er goed uit te zien. Dus dat kunnen een combinatie zijn, 2 kalen en 1 met een volle baard. En een stoppelbaardje telt niet. Nee, die telt niet. En een millimeter telt ook niet. Tenzij je de inhammen echt al flink ziet. Pandefje. Ja, een pandefje, dan wil ik nog overwegen. Pandef is wel kaal. Ja. Maar wat nou als iemand kaal is en een baard heeft? Dan is het al helemaal raak. Telt hij voor allebei dan? Ja, tuurlijk. Oké, dus je moet eigenlijk gewoon op je scherm 3 volle baarden of 3 kale kopjes zien. Ja, exact. Zo, dat is lekker zeg. Dan heb je er wel een paar tussen zitten die je graag zou willen hebben. Dan hebben wij links midden 3 keer dezelfde stats op een kaartje. Dus 3 keer een 90. 3 keer 70. Daar hebben we ooit wel eens gedaan. Hebben we ooit wel eens gedaan. Best wel lastig altijd. Ja. Dan hebben we in het midden een unieke, die is nieuw. Bijzonder. Dat zijn in je basis 11 van je uiteindelijke team 8 verschillende kaartjes. Ja, die kan je dus niet op 1 slide al weten. Die moet je dus echt gedurende het hele team bij elkaar verzamelen. Precies, en daar moet je dus rekening mee houden. Moet je rekening mee houden met teamgeest en noem het allemaal op. Het kan zijn dat je die haalt en dat je dan daardoor je teamgeest omlaag gaat. Dat die andere dan een persoon heeft. Goed, het is een gokje. Het is een gokje, daar moet je op letten. Dan hebben we rechts in het midden 3 keer dezelfde nationaliteit. Is ook heel makkelijk. Ja. Dan hebben wij linksonder 5 keer een icon. Mm-hmm. Hebben wij vorige afleveringen niet gehad, volgens mij. Nee, ja, het kan wel hoor. Ik zie het wel. Het kan wel, ja. Het is wel eens gebeurd. We hebben onderin het midden 4 verschillende kaartjes. Dus verschillende type kaartjes. Rare, non-rare, inform, team of the year. Noem het allemaal op. En rechtsonder een 97 speler of hoger. Ja, die hebben we wel beide al een keer gehaald. Die hebben we beide wel een keer gehaald, ja. Dus dat is lekker als je die hebt. Nou Milo, dan ga ik ook naar mijn opstellingen scherm. Dan wens ik jou heel veel succes. Mensen, kijk vooral mee. Doe mee. Met dingen, met een draft zelf. Dat kan ook, bedacht ik maar laatst. Zelf tegelijkertijd een draftje starten en dan mee. Perfect. Ja, tuurlijk. Dat kan echt perfect. Beetje interactief. En wijs ons vooral op onze fouten, want dat gaat heel vaak gebeuren. Dat was in de vorige aflevering ook weer gebeurd. Ja, absoluut. Ja. Ik ga voor de 3-4-3 flat. Oké, ik heb dus nu hier de 3-5-2, maar ik ga een keer variëren. Ik ga een keer voor de 5-2-2-1. Zo. Ja, wat dacht je daarvan? Nou, we gaan het meemaken. Ik zie mijn eerste spelers. 3 centerbacks. En dan, dan gaan we het niet heel goed beginnen nu al. Nee, dit is niet goed, nee. Nee, dit is niet goed. Nu die van die stats erin zitten komen, moet je echt heel erg gaan opletten. Ja, klopt. En de rating doet ook mee, toch? Bij die stats, of niet? De rating doet ook mee, ja. Gewoon dezelfde. Ja. Heb je hem waarschijnlijk al of niet? Nee, dat niet, maar meer even gewoon voor mezelf, dat ik het even weet. Ik heb hem niet. Nee. Wat heb ik een slechte captains ook, zeg. Ik heb 388, dus dat zijn de beste. Wat doe ik nou moeilijk trouwens? Ik heb Chiellini en Ronaldo, dat is allebei Juventus. Dan heb je hem al. Ja, dat is kaarsje. Ja,
Ja. Wat ik nou moeilijk te doen. Ik heb 4 verschillende kaarten al. Oh. Nu al. Dat is lekker. En dan ga ik kijken naar... Royce, die heeft 2. Zo. Die stads, die komen ook... Ik was vergeten hoe rare die zijn. En die zijn best zeldzaam, maar je moet ook de hele tijd opletten. Dat is ja, je moet de hele tijd opletten. Dan ga ik toch, denk ik, voor Aubameyang. 3 nationaliteit, nee, ook niet. Nee, het is dat Ibrahimovic geen volle baard heeft, anders had ik die gehad. Ik heb 4 verschillende kaarten. 4 verschillende ook al? Team of the Year nominee, Inform, Champions League kaart en die Fuenzalida. Zo. Fuenzalida, Lida, Lida. Fuenzalida, Lida, Lida, Fuenzalida. Hey, oh, die Fuenzalida heeft nooit in de Premier League gespeeld, neem ik aan. Oh, anders heb ik Salah, Di Maria. Ik ga voor Arnautovic. En die linkt heel slecht. Maar die heeft wel 3x86 op zijn kaart staan. Ja, dat is lekker. Dus dat is ideaal. Ik denk dat die zeldzaam is. Dat je die dan toch mee moet pakken. Ja, pak het. Ja. 100% pakken. Ik moet naar die Argentijn. Vinden wij van die baarden zoals die van Bernardo Silva en zo. En Salah en Mahrez. Vinden wij dat baarden? Ik vind dat wel baarden, ja. Oké, dan pak ik 1 van 3. Dan heb ik hem. Oké, dan heb ik hem namelijk ook, want ik heb ook Bernardo Silva en Salah en Messi. Messi heeft echt een mooie baard op deze foto. Ja, Messi die heeft zeker een baardje. Nou, dan hebben we die ook. Zo, goed. Salah. Ja, Saul, 3x78. Zo. Ja. Dat is een goed kaartje om te hebben, hoor. Dat is ideaal. Dat is echt ideaal. Die pakken we daarom zeker. Ja, je moet toch ook voor de teamgezelen gaan, hè? Ja, vergeet je soms een beetje. Dat zijn wel van die uitzonderingen, die wil je gewoon sowieso pakken wel. Ja, nee, dat sowieso. Niet in de Premier League gespeeld, sommige... Maar het is moeilijker dan... Het is heel lastig, je vergist je erin. Ah, Spanjaard te weinig. Nee, een Fransman te weinig. Ik ga voor die... Bak qua chemistry, want dat is dan toch voor die verschillende kaarten. Heb jij al een icon gezien? Ik heb 1 icon, ik heb Barnes op linksbuiten, maar dat is wel de enige. Ik heb weer nog geen 1 icon gezien ook. Daar hebben we de eerste. Dat is gek. Ik heb qua chemistry een paar fouten keuzes gemaakt. Oei. Doe je niks aan. Daar doe je inderdaad helemaal niks aan. Wikken en Wegon. Ja, het is erg lastig, vind ik. Ik heb 5 verschillende kaarten op deze. Holy shit. Ja? 5 verschillende, ja. Ja. Mooi. Je hebt ook keepers, maar hoe groot is de kans dat je daar 2 van dezelfde club hebt? Dat gebeurt niet. Nee. Manfred. Wat mag een zien? Manfred. Zo. Neuer, die heeft ook 3 keer dezelfde stats, maar die heb ik al gekozen. Of die heb ik al. Dus dat is zonde. Kutje. Had ik Arnautovic niet hoeven nemen. Ja, dat is toch die gok die je neemt. Ik heb 2 van dezelfde club. Dat is gunstig, die heb ik nog niet. Dat is lekker. Dus dan neem ik... dat is heerlijk. Ons Jordi Alba. Ons Jordi. Portugees te weinig. Hele goede kaart. Goh, die is goed. Goh, wat een kaart. Oh, ja. Nee, weer een Fransman te weinig. Sommige kaarten krijg je zo weinig. Dat is echt bizar. Ja. Dat heb je echt... Ja. Sommige van die dingen. 2 van dezelfde nationaliteit. Ja, heb je ook. Ja, 2. Leuk. 2 van dezelfde nationaliteit. Leuk. Koop je helemaal niks voor. Koop je niks voor met lege handen naar huis. Maar, ja. Is goed. Heeft die Forest, die rechtsmidden van Celtic... Ik ga nu opzoeken. Of die Forest, die rechtsmidden van Celtic... Die heeft niet in de Premier League gespeeld. Nee. Is dat echt zo? Ja, volgens mij niet. Weet je dat zeker? Volgens mij heeft hij zijn hele carrière bij Celtic gespeeld, ja. Nee, dan heb ik de enige die niet in de Premier League... Nee, ik verlies! Ik verlies! Rabo! Oké. James Forest. Nationaliteiten, ook weer. Ja, geef mij dan gewoon een Braziliaantje. Alleen extra. Alleen Celtic. Rabo's. Oh, dat is echt vreselijk slecht. Geen moment. Carincha, oké. Oh, nee. Oh. 95, ja. Weer te weinig. Hoeveel moet jij er nog op? Ik moet er best wel wat nog. Maar ik denk dat ik sommige ook niet ga halen. Weet ik vrij zeker, zeg maar. Ja, dat denk ik ook. Ik heb, zeg maar, nog... ik denk dat ik 1 nog wel haal, die met 8 verschillende. Ja. Van andere 4 moet ik er nog. Waarvan de 1 nog wel te doen is. En de andere weet ik gewoon niet of die te doen is. Nee, of niet. Die gaan gewoon heel lastig worden. Moeten die 8 echt in je basis staan? Ja, hè? Ja, die moeten in je basis 11 moeten die staan. Ik ben bijna klaar.
Ik moet er nog 5. Zo. Ik ga even snel kijken. Ja, brons. Of zilver. Ja, dan krijg je ook weer 2 zilveren Engelsen. Daar heb je ook niks aan. Nee, hier heb je helemaal niks aan. De laatste. Come on. Kom op nou. Nee. Plus. Ramos. Oh, Ramos, ik verlies. Oké, dan ga ik wachten met mijn team. Dan ga ik nog niet puzzelen. Dat doe ik dan pas op het moment dat jij... De laatste 3. Dan gaan we die 37 plus mee pakken. Dat is jammer wel 3 keer boven de 90. En we hebben 3 Fransmannen. Dat is lekker Benzema. Zo, heeft hij nog. Boom, 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 boom. Horsefighter. Hij heeft hem nog. Lekker zeg. Die pakt er nog even mee. Dat is lekker zeg. Champions League kaart pakken wij zeker. Ja. Of die Benzema. Kijk, snel even. Lekker. Ja. Loris. Kom maar. Kom maar bij Basie. Even 37 plus. Ja, komt hij bij. Giovinco. En dan de laatste. Wat hebben we hier? Oh, heel veel goeie. Kanté. Oh, Koulibaly. Alex Telles. Ellie. Nou, als ik die Ellie pak, oh, dat is goed. Dat is Scream. Kanté. Ja. Die pakken we. Weer een ander. Lekker, oké. Manager erbij. En dan... Oh, moeten we nog een manager kiezen? 3 bronzen managers. Dat is ideaal. Oké, gaan we... Oké. Ik... Gaan we toveren? Ik ga nu toveren, ja. We gaan toveren. Het is tovertijd weer. Laten we nu gaan toveren, inderdaad. Ja, volgens mij heb ik het. Ja! We zijn er. Dat is heel irritant. Oké. Okay. Dat is echt heel irritant. Ja, ik heb 75 rated non-rare Cucurella in de basis. Nee joh! Ja. Oké. Nee, ik heb echt best wel alleen maar hele goede spelers in mijn team, zit ik nu te kijken. Ja, heb jij een goed drafje? Ja, ik heb echt wel een heel goed drafje. Ja. Mijn laagste rating is 86 van de basis. Zo, dat is behoorlijk hoog. Dat is Puyol. Dan denk ik ook dat jij een hogere rating hebt dan ik. Wil je dat meteen al even besluiten? Laten we dat meteen maar besluiten, ja. Mijn rating is 89. 89? Ja. Ik heb 90. Nee, dat meen je niet. Ja. Hè? Hoe dat dan? Nou, ik heb Ronaldinho 95. Dat is de hoogste. Een paar hele hoge. Wacht, ik ga voor de zak van Gein even dit proberen. Nee, je bent klaar. Maar had ik deze wissel nog mogen doen of mag dat niet? Ik heb iemand van mijn wissel naar mijn reserve, nu heb ik ook 90. Ja, we zijn eigenlijk... Ja, oké, ik vind het goed, maar eigenlijk mag het niet. Hè? Eigenlijk is het... Klaar is klaar, hè? Ja, nee, ik vind dat je gelijk hebt. Ik heb het zelf verneukt. Ja, dit is echt heel dom. Ik heb het zelf verneukt. Ik heb al 89 gezegd. Ik had nooit meer iets veranderd als jij niet 90 had gezegd. Ja, je hebt gelijk. Oké. Dat vind ik fair van je. Wat dom zeg, ik heb gewoon 2,84 bij de reserve en die heb ik die Tomori 77 op de wissel staan. Dat is heel dom. Dat is vrij dom, ja. Nou, zo dom dat je ook gewoon dat punt verdient. Oké. Dankjewel, dat is fair. Dat is fair. Maar even, wat is jouw chemistry dan? 100. Ja, oké, heb ik ook. 100. En ik heb 8 verschillende spelers dus in mijn club. Ja, die heb ik ook. Ik heb zelfs in mijn basis 9 verschillende kaarten. Zo, 9? Ja. Dat is netjes. Ik heb een paar van die echt lekkere. Ik heb een paar van die... ik heb zo'n Scream, Dele Alli. Oh, die is goed. Fit Birthday, Cancelo. Ik heb ook al Fit Birthday. Shapeshifter Pereira. Hoe heet die gozer? Pereira? Ja. Ja. Dus ja, ik heb allemaal verschillende kaarten, behalve de UCL Live. Nee, UCL Team of the Group Stage. Daar heb ik er 2 van. Ja. En ik heb 3 Icon Moments kaarten. Ja, ik heb 2 Icon Moments en ik heb nog een normale Icon. Ah, oké. Okay. Ja, dat is chill, die telt dan inderdaad. Ja. Die Puyol, die telt dan mee. Ja. Oké, okay. Hoeveel... Heb jij 5 keer dezelfde league? 5 keer dezelfde league heb ik niet. Nee, die heb ik ook niet. Die is lastig. Nee, die kan lastig, wel, ja. Maar is lastig. 2 keer dezelfde club heb ik. Ja, heb ik ook. 3 keer Kaal van Baard heb ik. Heb ik ook. 3 keer dezelfde stad, ze hebben we allebei. Heb ik ook, ja. We hebben dus ook allebei 8 keer die verschillende kaarten. Ja. Nu wordt het een dingetje. Ik heb niet 3 keer dezelfde nationaliteit. Ja, die heb ik dus wel. Die heb ik wel. Ja. Net als ik toevallig heb, die Joris. Ja, dat was lekker voor jou. 5 keer een icon in de slide. Hebben we niet, allebei. Nee, allebei niet. Nee. 4 verschillende kaarten hebben we allebei wel. Ja. En die 97, die heb ik niet gezien. Heb ik ook niet gezien. Nee, dan houdt het op. Dat is geen kaasje. Dus dat betekent dat het een gelijk spelletje is. Ja, dan is die voorsprong toch nog steeds van mij, hoor. Ja, ja. Dat zeker. Oké. Ik heb dan 6 punten erbij en jij 5 punten. Nee, 6 punten allebei. Ja, allebei 6 punten. Ja. Allebei 6 punten, ja. Klopt. Dan is het op dit moment 18 tegen 17, Milo. Klopt, spannend. Hallo zeg. Dat is eventjes spannend. Dat is heel spannend, ja. Maar oké, ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Want ik had hier gewoon natuurlijk gewoon de overwinning kunnen pakken. Je had een puntje uit kunnen lopen, ja. Goh. Maar ja, als de controle ligt, dan is het klaar, hè? Controle ligt en het is klaar. Tomori, klootzak. Het licht was uit. Altijd die Chelsea-spelers die mij op de das opdoen. Ja, die heeft mij ook geholpen met die kaartjes. Ja. Lekker zeg.
Goed, mensen, jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. De volgende aflevering is op het kanaal van Milo. Laat in de comments eventjes achter wat we allemaal fout hebben gedaan. Want dat doen jullie toch elke keer. En als je mee hebt gedaan, hoeveel punten jij hebt gekregen. Ja, zo is het. Benieuwd. En natuurlijk ook die ideeën voor die nieuwe slides. Daar zijn we altijd ideeën. Benieuwd naar. We hebben er een paar inzendingen voor gehad. En die waren allemaal slecht, dus we verwachten meer of niet. Ja, kut ideeën. En dan is niks. Joejoe. Later, mensen.